Hoi, ik ben Vira en ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik vandaag een unboxing. Waarom zei ik het zo? Gewoon een unboxing video voor jullie. En zoals je misschien wel aan mijn laatste video's een beetje kan merken, is dat ik wat meer met make-up en beauty en zo ga doen. Ik heb dus een bestelling geplaatst op bodyshop.nl en de Douglas. Eigenlijk kom ik tot deze aanleiding om dingen te bestellen voor make-up, omdat er zo'n korting foldertje in de briefbus kwam. En er stond hier zeg maar zo'n korting van lipgloss en lipstick. En ik dacht zo van, ik moet even kijken of er wat leuks is. Ik heb twee dingetjes besteld bij de Douglas. Ik zat zo een beetje op internet te kijken naar make-up. En toen kwam ik bij de Bougie Shop uit. Heb ik vaker, zeg maar, Nederlandse YouTubers over gehoord. En daar heb ik drie dingen besteld. En bij de etels heb ik het enige wat ik heb gekocht. Deze. De make-up fixing spray hydrating. Dus je hebt zeg maar twee verschillende soorten. Dit is de tweede die uitkwam. Dan ga ik gewoon beginnen bij de Douglas, denk ik. Bij de Douglas krijg je altijd nog een dingetje erbij. Dus kun je nog, als je een bepaald budget hebt, kun je volgens mij twee dingetjes uitkiezen. Van die samples, zeg maar. Dus ik ga hem nu even gewoon openmaken. Hier zie ik gelijk de twee samples. Deze had ik al uitgekozen. De Bottega Veneta Eau Sensuelle. Dus dit is de Eau de Parfum. En even ruiken hoe die ruikt. Oh, nee, niet mijn geur. Dit was de verrassingssample en dit is een serum van Dior. Dan komen we bij de producten. Wat ik dus heb besteld is de NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur Stockholm en Athens. Ik zal ze even swatchen en opdoen. De bovenste kleur is Stockholm en de onderste kleur is Athens. Dus je ziet wel echt, deze is iets oranjiger. Echt, ik vind hem echt, het zit wel echt heel lekker. Maar dit is de Stockholm en dan ga ik nu Athens op mijn lippen doen. En dit is Athens. Zo ziet het flesje er veel anders uit dan op mijn lip. Hij is echt wel een beetje koraal kleurtje, zeg maar. Super zacht op je lippen. Nog per stuk waren ze 7,65. Betaalde ik in plaats van 15,30 euro 11,48 euro. En hiervoor het meest excited. De Bougie Shop. Ik heb er nog nooit iets besteld. Dit is wat ik als eerste zie. Zo'n kaartje van de Bougie Shop. Hier. Hi Vira, thank you. En dan X, Michelle. Dit is zo leuk in verpakt. Kijk, oké, eerste tasje. Hoe cute, je kan al zien. Ik ga gewoon beginnen met het eerste. Ik heb dus drie dingen besteld. Heb ik hier deze LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer. En deze zie je altijd in van die video's. Dus die zo onder hun oog doen. En ik zag die daar en ik dacht dat die veel duurder zou zijn, maar het is echt niet duur. Hij was 5 euro. 4,99. Dan heb ik een bronzer besteld. Dit is de bronzer van W7, de Honolulu. Als ik hem open krijg. Oh, zit een plakkertje. Hallo Vira. Oké, het plakkertje moet er natuurlijk even af. Haal je het eruit? Er zit aan de andere kant ook nog een plakkertje. Als ik hem open maak, zit er een roze ombre wit sponsje in. Of kastje. En dan heb je een plasticje. En daar is nog een plasticje bronzer. Hij is wel echt mooi. En het kwastje is ook super zacht. Mijn camera viel even uit. Maar het borsteltje is ook echt super zacht. Dan kom ik bij iets wat ik heel erg leuk vind. Deze Real Techniques. De Core Collection kwasten. Dus je hebt zeg maar vier kwasten. Je hebt de Contour Brush. Je hebt de Pointed Foundation Brush. Je hebt de Detailer. En de Buffing Brush. Ik heb trouwens nog een aparte video over maken. Dat ik dit ga testen. Dus die zal binnenkort online gaan. Dat is trouwens 25 euro. En dan mocht ik daar natuurlijk ook nog een bepaald bedrag. Kan je ook een sample uitkiezen. Ik heb voor deze Revolution. Dus ik heb hier niks voor betaald. Voor deze zeg maar dus een baked eyeshadow. Oké, zo.
Oh, wauw. Hij is echt best wel mooi. Kijk dan. Je ziet echt zo'n beetje die glittertjes erin. Ik ga even zwartje. Je ziet gewoon een beetje glitter erin. Best wel mooi voor kerst of zo. Dit waren mijn spulletjes die ik heb besteld bij de Bougie Shop. En bij de doeklas. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video. En dat wordt waarschijnlijk dat ik deze kwast ga uittesten. Dus dat weet je dat alvast. En dan zie ik jullie dan. Doei!